Hey, goeie avond. Het is piepende piep. Het is 7:15. De hoogste tijd om een pakketje te unboxen. Een mooie Herbalife NL27. Hoe zwaar? Staat dat erop? Eens even kijken hoor. Hij is 3,23 kilo. Tja. En dankzij de Herbalife ben ik al meer dan 3,23 kilo verloren. Dus dat is een goede deal, toch? Eens even kijken. Healthier and happier. En wat wel gek is, volgens de hij wordt bezorgd met de DPD. Ik weet niet waar DPD voor staat. Staat dat er nog bij? DPD Nederland, Deutsche Paketdienst. Ik denk Deutsche Paketdienst. Maar als je online dan een melding krijgt, dan staat erop Herbalife Luxemburg. Maar hij komt vanuit Venray. Dus hallo Dylan Hagens. Je doet ook gewoon Herbalife inpakken. Goed. Nou, spannend. Weer een hoop. Ja, die grap had ik vorige keer gemaakt, hè? Gebakken lucht. Zo. Even kijken, waar beginnen we? We beginnen hier. Zo. Kijk eens eventjes. Dit is je ontbijt, hè? Dat is. Kijk. The one and only, the holy. De nieuwe koffie caramel tri-blend. Dus ik ga morgenochtend sporten. En normaal had ik dan altijd de bananen tri-blend. Nu heb ik lekker de koffie caramel. Dus ik heb normaal deze bad boy. En nu deze bad boy. En even voor de grap, hè. Als ik per portie van de een, portie van de ander, per portie blablabla. 634 kilojoule, 151 calorieën. Ja, het is allebei precies evenveel kilocalorieën, joh. Hashtag. Goed bezig. Dit is wel. En er zit bij weer een koffieschepje voor de Primeland. Dan heb ik hier restore pilletjes. Hey jongetjes, doe even rustig met jullie tablet. Ja, het is jouw tablet. Simon wil samen op zijn tablet wil, dan mag hij op zijn tablet. Parenting 101. Goed, ik heb Herbalife Restore pilletjes. Dat is dat je 's nachts je lichaam kan herstellen. En daar ga je misschien ook goed op slapen. Nou, dat kan ik wel gebruiken. Dan heb ik in het kader van I'm Fresh Exciting, heb ik de frisse aardbei. De frisse aardbei, de liefste fraise voedingsshake. Dus ik kan nou uit 3 dingen kiezen als ik gewoon ga shaken. Dus op maandag, woensdag, vrijdag heb ik de tri-blend. Dus de dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag. Kan ik kiezen tussen de frisse aardbei, fris. Of de muntchocola. Of de appelkaneel. Maar dit is eigenlijk een beetje een kerstsmaak. Dus dan moet ik eigenlijk een beetje. Dus dat. Hebben we het naar 3 kan ik een beetje mixen. En dat zijn ook 3 smaken. Plus de cookie crunch en de vanille. Weet ik in ieder geval zeker die we over 2 weken en 3 dagen. 2 weken en 4 dagen. Dus dat is over 18 dagen hier op proeverij op deze tafel, denk ik. En dan kan je dus die smaken proeven. Plus vanille plus crunchy cookie. Oeh, deze is zwaar. Dit is gewoon 2,5 kilo. Goh. Dit is voor na het sporten. De rebuild. Ik heb geen van dat zeggen wel indrukwekkend. Ja, dat is 1 kilo voedingsondersteuning. Met herstelshake. Met toegevoegde L-glutamine en BCAA's voor krachtsporters. Nou, dat had ik na maandag had ik dat wel nodig. Hoe moet ik dat doen? Even kijken. Is ontwikkeld, bla 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 bla. Proteïne, hoi.
ijzer. Voeg 5 afgemeten lepels aan 250 ml water en shake grondig. Natuurlijk, want je moet altijd shaken. Consumeer binnen 30 minuten na anaerobe activiteit. Ja, dus dan kan je op de sportschool niet meer douchen. Je moet snel naar huis, dan moet je shaken. En dan kan je daarna douchen. Denk ik. Maar dat is gewoon een kilo, man. Oh, wel. Kijk. Het wordt steeds groter. That's what she said. Dus, hey, en normaal. Normaal krijg ik altijd een boekje bij, toch? Geen boekje? Ja. Jammer, blijf vrienden. Geen boekje of folders of iets. Alleen de... En ik had deze... Ga ik hem doorgeven? Hij was in ieder geval van het weekend besteld. Ik bestel dat een 24-1 om 4 uur 53. En die is op 28. Goed. Dus dat die kan bij mijn archief. Hey, dat was... dat, kijk, normaal zit er zo'n boekje bij of zo. Boekje met de hele... Alles wat ze hebben. Of wat er ook wel eens bij zit. En er was nog iets. Zit er normaal wel bij, maar nu niet meer. Maar die vond ik eigenlijk al gek dat ik die al 2 keer had gehad. Dus. Deze toch? Today. Today is gonna be the day that I'm gonna go back. 2019. Ja, nou, boeien. Hey, en wie wil er mee naar Center Parcs? Reageer even persoonlijk. Dus dit was mijn derde Herbalife pakket. En ik heb elk... Nee, mijn eerste pakket had ik 2 shakes. Dus heb jij ben je benieuwd hoe dat smaakt? En wil je er wat meer over weten? Er is zondag de 16e. Hier in Grollo is dus mijn Herbalife vriendje Sandra is hier om een heleboel te vertellen en antwoorden te geven. En we hebben allemaal lekkere dingen om te proeven. En een goede thee erbij en goede koffie. Dus kom gezellig langs. Deze had je gezien, toch? Dat is wel. En dat is wel echt. Zo echt de crew, hè? Niet namaken. Dus. Hey, fijne dinsdagavond. En tot morgenochtend in het Markenhuis voor degenen die willen sporten morgenochtend. Doei.